Wel Bonanza, Kazimaka. Door het derde spoor gaat naar voren Emerald Gigi. Komt nu op plaats 3. Zijn inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. Bel Bonanza, tweede spoor Kazimaka, derde spoor Emerald Gigi, vierde spoor Diva Divine. En zo gaan ze de laatste rechte lijn inkomen. Drie paarden nu op één lijn. In het midden van de baan komt John de Leeuw opzetten. En dat doet hij met Emerald Gigi. Emerald Gigi neemt nu de leiding over. Emerald Gigi aan de relingzijde. Bel Bonanza komt nog een keer terug. Maar Johnny is los. Go baby! Go, go, go! Emerald Gigi wint. Bel Bonanza 2. Derde plek in het midden, Kazimaka. De voorlopige uitslag in cijfers, dames en heren, is 6-1-7. Dan de 2, de 8 en de 5. 6-1-7, 2-8-5. Mooie dag voor trainer Bas Krebas. Het is alweer zijn tweede winnaar. En hij is te herkennen aan de zwarte pet. We zijn in afwachting, dames en heren, op de officiële uitslag van de vijfde koers. Maar de zierdeken hangt er al om bij de geweldige winnaar, winnares Emerald Gigi. Uitslag is officieel, Rogier. De winnaar mag Emerald Gigi, John de Leeuw. John, gefeliciteerd. Hans had jou op de korrel. En Hans Zinnige, die zei Emerald Gigi is de winnaar van deze koers. Ik had hem 1, 2, 3 niet verwacht. Nou ja, ik kan er eigenlijk heel weinig over zeggen. Ik heb alleen de opdracht meegekregen van de trainer, rijm dit keer uit het veld vandaan. En dat heb ik gedaan. En dan is het afwachten wat je over hebt het laatste stuk. Maar dat was imponerend. En dat was dan de tactiek dus? Ja, dat pakte goed uit. En de baan is natuurlijk ook vrij aan de harde kant. En dat ligt dit paard heel goed. John de Leeuw, hij slaat hier toe met Emerald Gigi. De tweede voor Stal PD. Deze vijfjarige Brian Amerie Quites de Mexique uit Quatre Gili. Frans Gevogt in bezit van Stal PD. Bas Krebas, de trainer en geweldige reder door John de Leeuw. Hij heeft de plaats weer ingenomen. Geef hem een groot applaus. Fantastische winnaar van het Championnat d'Hiver. De revanche, maar wel €5.000 voor Emerald Gigi en John de Leeuw. En dan gaat hij, dames en heren, John de Leeuw. Paarden zijn onderweg en dat je met 8 ook de kop kan nemen, dat gaat Ronald de Beer nu even bewijzen met Dulcine de Lante. Maar het tegendeel wordt bewezen. Nummer 9, galop. Dame kwikt er al uit. Het tegendeel wordt bewezen door de twee deelnemers aan zijn binnenzijde, maar die beginnen net zo hard. De leiding is voor Bel Bonanza. Bel Bonanza, daarachter parkeert in Katjama. Daarachter gaat nu ook Dulcine de Lante naar de reling. En daarachter gaat Ebbing al meteen naar buiten met Comete Buffet. Dat doet hij goed, want Comete Buffet is geen speedpaard. Die moet het van zijn tempo hebben. En zo makkelijk als nu is hij zijn hele leven nog nooit naar voren gekomen. Daar komt hij aan de buitenzijde, de favoriet, Comete de Buffet. De vlieger heeft het al gezien. Die schudt 2 keer nee. Dat kun je 3 keer doen, maar hij blijft gewoon doorrijden aan de buitenkant. Want je hebt met Comete Buffet eigenlijk geen keus. 14-9 de tussentijd. Bel Bonanza, Comete Buffet. Daarachter aan de relingzijde ligt Katjama. Daarachter de kleuren van Bene Dijkstra, Stal Centaur met Diva Divine. En daarachter aan de relingzijde volgt Dulcine de Lante. Dan aan de buitenkant en daarnaast Kazimaka. En daarachter volgt Katjama. Zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune in. En daarachter ligt dan de seriewinnaar, mag je hem inmiddels noemen, Cardans de Cassie. Zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune. En dan hebben we straks nog 1 volledige ronde te gaan. Weinig positiewijzigingen.
En de koploper die heeft het tempo er wat uitgehaald. 18-2 de tussentijd. Bel Bonanza, Comete Buffet. Daarachter aan de relingzijde volgt dan in de nettelkleuren Misha Brouwer met Katjama. Daarachter aan de buitenkant Diva Divine. Daarachter volgen dan als tweetal aan de relingzijde de 8 Dulce Nederlante. En die neemt langzamerhand bijna afscheid van het paard naast hem. Want die gaat zometeen de derde spoor in. Dat gaat nu gebeuren. Dat is de 2 Kazimaka. Kazimaka opent de aanval als eerste. Daarachteraan gaan de PD-kleuren van Emerald Gigi met Johnny de Leeuw. En zo zijn ze in de rechte lijn overzijde. 3 paarden naast elkaar. Daarachter nog een keer 3 paarden naast elkaar. Zo wil je het graag zien. En Comete Buffet is de eerste die het moeilijk krijgt. 17-3 de tussentijd. Gaan de laatste bocht in. Bel Bonanza, Kazimaka. Door het derde spoor gaat naar voren Emerald Gigi. Komt nu op plaats 3. Zijn inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. Bel Bonanza, tweede spoor Kazimaka, derde spoor Emerald Gigi, vierde spoor Diva Divine. En zo gaan ze de laatste rechte lijn inkomen. 3 paarden nu op 1 lijn. In het midden van de baan komt John de Leeuw opzetten. En dat doet hij met Emerald Gigi. Emerald Gigi neemt nu de leiding over. Emerald Gigi aan de relingzijde. Bel Bonanza komt nog een keer terug. Maar Johnny is los. Go baby! Go, go, go! Emerald Gigi wint. Bel Bonanza 2. Derde plek in het midden, Kazimaka.